Ik ben Bram Veldhuizen, onderzoeker precisielandbouw en robotica bij Burg Open Tilten. Ja, dit is onze rijpadenrooier. Die hebben we dit jaar aangeschaft en aan laten passen. Op Boerderij van de Toekomst telen we op rijpaden. Vaste rijpaden waar we rijden en onbereden tiltbedden waar we nooit willen rijden. Alleen bij de oogst is dat nog lastig. En dan hebben we nu een rooier aan laten passen die daar ook op de rijpaden kan rijden die de tiltbed onbereden houdt. Het lastige bij het rooien op rijpaden is op een gegeven moment ook van hoe doe je de productafvoer? Ook met de bedrijfsleider hebben we heel veel discussie gehad van hoe kan dat we niet met keepers het veld in moeten, dat het ook alsnog efficiënt te doen is in de teelt. Kwamen we uit eigenlijk op een gewone tweerijige bunkerrooier die genoeg product mee kan nemen om op de koppakker te lossen. De rijpaden zijn 3,15 meter, dus 3 meter gewas. Met een 1,50 rooier betekent dat de ene werkgang rooi je de ene helft, dan draai je om, rooi je de andere helft. Dus dat op zich is de gewone rooier. De speciale aanpassing die voor ons voor de rijpaden gedaan is dat we hebben de as van de rooier verbreed. Net als dat natuurlijk de trekker ook al verbreed is. En die staat op rupsen. Je ziet van de banden, komt het op een vrij hoog gewicht op. En die rijpaden zijn best smal. Je ziet van dat we ook meteen een rups zet. Dat geeft als het goed is genoeg stabiliteit. Dat wij tijdens de oogst, tijdens natte omstandigheden, eigenlijk zoals nu is, kunnen rijden. En dus niet in het tiltbed hoeven te rijden. Het voordeel van rijpaden en onbereden tiltbedden is eigenlijk dat je geen bodemverdichting eraan brengt. Bodemverdichting zorgt eigenlijk voor het jaar erop minder gewasgroei. Er is ook wel onderzoek dat je als je één jaar bodemverdichting aanbrengt, dat je het jaar erop 5% of zo opbrengstderving hebt. Maar dat het eigenlijk ook na 6 jaar heb je nog steeds 2% opbrengstderving. Bij een beetje standaard tiltrotatie heb je elke 5-6 jaar wel een keer dat je laat in het najaar onder slechte omstandigheden met zware machines het land op gaat. Ook wel bekend in Nederland is 40% van de grond heeft een serieuze ondergrondverdichting. Maar als we al op 8% bijvoorbeeld 6 à 8% opbrengstverhoging kunnen komen, dan zijn de dure aanpassingen die nodig zijn, die betalen zich dan uiteindelijk ook weer terug voor een boer. Een set rupsen kost 35.000 euro, dus dat is een flinke investering. Uiteindelijk die rupsen zijn ook weer op andere machines ook te gebruiken. We hebben dus ook een mestrooier en een mesttank. Ja, daar zijn die rupsen op dat moment ook op te gebruiken. Eigenlijk de originele as, maar dan iets verbreed. Dus in zoverre is het bij een rooier eigenlijk ook relatief weinig werk. Want de as is eigenlijk maar een vrij dom stukje ijzer. Dus vrij makkelijk te verbreden. Hij is dus verbreed naar 3,15 meter spoorbreedte. En de rupsen die zijn 30 centimeter breed. Naast de verbreding en de rupsen hebben we eigenlijk ook meteen op deze rooier gekozen. En dan doen we ook meteen hydraulische hulpaandrijving erbij op. Het gaat dus uit de proef komen of het uiteindelijk ook nodig is voor boeren om de hydraulische aandrijving ook nog te hebben. Toen kwam de dealer Groenhoort, die kwam ermee van maar in deze rooier, die weegt 8,5 ton, kunnen we ook een axiaalzet inzetten. Dus dat hebben we gedaan. En met de axiaalzet weegt deze rooier dus 9,5 ton. Dus dat scheelt toch eigenlijk weer 3 ton met een standaard rooier waar af fabriek een axiaalzet in zit. De huidige opbrengstmeting die vaak op rooier zit, die weegt alleen het gewicht wat over de matten heen gaat. Maar dan heb je toch vaak last, zoals tarra, kluiten worden dan ook meegewogen. Het project dat we vanuit de Wageningen Universiteit en Research doen, dat we op basis van camerabeelden maatbepaling van de aardappels gaan doen en gewichtsbepaling. Heeft als voordeel, we kunnen natuurlijk het onderscheid zien tussen kluiten, tussen aardappels, maar ook een aardappel waar een kleikap op zit. Dan kunnen we het gewicht inschatten, maar we krijgen dus ook plexgewijs de maatsortering. Dus we weten ook op welke plek in het perceel welke maat gegroeid is. Dat kan uiteindelijk ook voor pootgoedtelers heel nuttig zijn. Van, op die plek heb ik de juiste maatsortering gehad, wat is daar gebeurd dit jaar? Kan ik dat volgend jaar op heel mijn perceel voor elkaar krijgen.